Laat hem. Laat die Siewert boze tweet sturen. Laat hem in zijn schop raken ook. Precies, ja, dat is toch precies de vraag die wij hier proberen te bespreken. Wat is de invloed daarvan? Die is dus heel groot. Bepaalde keuzes die politici maken. In hoeverre is de angst voor slechte publiciteit leidend voor de beslissingen die politici nemen? Dat is een vraag die het AD vandaag stelt. Nu duidelijk is geworden hoe Hugo de Jonge handelde rond die zaak met Siewert van Linde, zien we hoe media en publieke opinie leidend kunnen zijn voor keuzes van politici en bewindspersonen. Stefan Alonso, in hoeverre worden politici inderdaad beïnvloed door het dreigement eigenlijk van slechte publiciteit? Nou, we hadden het net over verkrampdheid. Ja, dus dit is verkrampdheid deel 2. Ik denk, kijk, wat ik altijd zo ongelooflijk vind, ook toen ik dat Volkskrant verhaal gisteren las over Hugo de Jonge, is dat hij reageert eigenlijk op tweets van Siewert. Dus Siewert die heeft kritiek op hoe het gaat, et cetera, et cetera. En daar wordt dan op gereageerd, hè, met op een vrije van, ja, we kunnen hem beter binnenboord houden. Ja, en je kunt een beter inside pissing out hebben dan outside pissing. Precies. Dus dat vind ik in zekere zin vind ik dat heel veelzeggend voor hoe er in Den Haag politiek wordt bedreven. Dus meteen in die zorg van oh mijn god, we komen slecht in beeld. Weet je wel, we komen slecht naar voren. En met alle gevolgen van dien. Hè? En wat natuurlijk gewoon het meest waanzinnige is ook, is dat vervolgens binnen zijn ministerie allemaal mensen zijn die zeggen van doe het niet. En die mensen die worden minder belangrijk gevonden dan die ene tweet van een snotneus. Weet je wel? Ja, ik bedoel, dat is een beetje hoe Den Haag... Die ene tweet van een snotneus, die natuurlijk wel ergens vandaan komt en in een bepaald klimaat verzonden wordt. Jawel, dat is wel zo. Maar en natuurlijk kun je achteraf zeggen van iedereen was in paniek. We waren ook in paniek. Dus in dat opzicht is het nog best wel... Maar wees daar gewoon eerlijk over dan. Van we hebben ons laten meeslepen en het was dom en we hadden het nooit moeten doen. Maar dat gebeurt ook niet. Weet je wel? Die jongen heeft hij nooit eigenlijk verantwoording over afgelegd. Want er is een onderzoek en dat is ook een hele Haagse reflex van, kan er niks over zeggen, want er is een onderzoek gaande. Ik mag nu nog niks zeggen. Precies. Kan ik zeggen. En vervolgens kan hij niks zeggen van, ja, ik ben nu minister van Wonen en dus ik kan niks meer zeggen over volksgezondheid. Dus zijn altijd hele goede redenen om zelf, zeg maar, niet uit te leggen waarom je iets gedaan hebt. En dat vind ik in dit geval, vind ik dat totaal onnodig. Ga gewoon zitten en leg gewoon eens een keer uit van, zo is het gegaan en dat was stom, achteraf gezien. Maar misschien nog wel te verdedigen op het moment zelf. Ik bedoel, wees daar gewoon eerlijk over. Maar nu heb je het over die jongen en consorten, de ambtenarij. Maar volgens mij ging de vraag eigenlijk over de macht van de media. Ja. Dus de vraag is eigenlijk of jij hier als vertegenwoordiger van de media je eigen vlees wil keuren. Ik snap dat je het liever hebt over Hugo de Jong, maar het gaat over jou. Het gaat over hoe Hugo de Jonge reageert op Stefan Alonso. Een deel van die vraag is toch, is die vrees misschien terecht van politici? Ja. Nou, dat denk ik wel. En now we're talking. Nee, maar ten eerste, Siewert is niet de media. Dus als Siewert een tweetje stuurt, dan is dat niet de media die dat zegt verder. Maar met de onderliggende dreiging, straks gaat hij in de talkshow zitten. Ja. Kijk, wat mij opvalt... Hè, ja, en dan? Ja. Ik snap het nog niet zo goed, hoor. Ik deel heel erg jouw eerste statement van... Laat hem. Laat die Siewert boze tweet sturen. Laat hem in zijn schop raken ook. Ja, maar dat is toch precies de vraag die wij hier proberen te bespreken. Wat is de invloed daarvan? Die is dus heel groot. Bepaalde keuzes die politici maken. Ik heb hiervoor bijvoorbeeld in Brussel gezeten. En toen viel het me eigenlijk op hoe weinig impact mijn stukken hadden, zeg maar. Ja. Maar sinds ik in Den Haag werk, merk ik dat... de kranten worden ontzettend goed gelezen door politici. Je komt soms in debatten, kom je gewoon zinnen tegen die uit stukken komen die je net gelezen hebt. Ik bedoel, Dus wij hebben daar een enorme... We hebben als media een enorme invloed op wat er gezegd wordt in Den Haag. Ja. Dus we hebben daar ook een enorme verantwoordelijkheid in. En gaat het altijd goed mee? Bijvoorbeeld Thijs van der Brink. Stop daarmee met ons serieus nemen. Ja, dat, daar zou ik dus heel erg voor zijn. Ja. Kies gewoon je eigen... Denk vanuit je eigen kracht. En maak je niet zo druk over die media. Ja, maar tegelijkertijd, Thijs van der Brink, wil jij ook met Op1 bijvoorbeeld. Hè? Je doet het gesprek van de dag. Je bent daarin opinievormend ook, toch? Ik bedoel, je weet dat... Nee, ik heb zelden de indruk dat ik in staat ben om het debat in Nederland te sturen. Nee? Sterker nog, dat gevoel heb ik nog nooit gehad. Nou, je bent toch wel één van de... Ja, met z'n allen. Als je naar alles kijkt... Je doet jezelf tekort. Ontstaat het zijn meer jouw gasten dan jezelf. Het zijn sowieso mijn gasten. En dan nog. Ik denk niet dat als Siewert bij mij hierover in de talkshow zou zijn geweest op televisie... wat volgens mij niet zo... Hij was helemaal niet zoveel in talkshows in die tijd, af en toe. Dan verandert de wereld toch niet door. Als hij zegt, de overheid doet het slecht... Nou ja, dan denken we dat even 10 minuten met z'n allen. En daarna gaan we weer door. Dit is wat je vindt dat er zou moeten gebeuren.
horen, toch? Dat politici autonoom moeten zijn. Ja, heel en graag. Zelf op hun eigen basis van hun eigen kennis en inzichten beslissingen moeten nemen. Daarom hebben we ze gekozen. Hè? En ze moeten zelf autonoom zijn. Maar de praktijk is misschien anders. En dat is precies wat we hier proberen te bespreken. Ja, nee, dat ben ik met je eens. En ze moeten daar dus mee ophouden. Ja, ja. Maar is het zo? Denk goed na wat je zelf wil. En raak niet onmiddellijk in de war als een journalist of een mediamaker of een spraakmaker. Wat wij nu aan het doen zijn. Het interessante is ook dat Fortuyn, die nam die ruimte. Die zei, straks ben ik uw minister-president. Geef mij dan 4 jaar. En dan mag u mij weer wegstemmen als het niet bevallen is. Ja. Maar geef mij 4 jaar de ruimte. Ja. En dat zou natuurlijk... er moet controle zijn, maar laat de Kamer die controle doen. Misschien meer dan de media op basis van geruchten en verhalen. Wij moeten de politie wel controleren, dat is ons werk. Maar niet alles wat wij zeggen moet zomaar... zomaar iemand op Twitter roept, alsjeblieft zeg, hou er mee op. Maar om even de publieke opinie er weer bij te pakken... en de druk of de invloed die daarvan uit kan gaan, Thijs. De kinderen, Lily en Howick, weet je nog? Die Amerikaanse kinderen, die werden door... publieke druk werd dat uitzettingsbesluit toch gewoon teruggedraaid. Ja. Die druk is dus enorm. Die invloed is groot. In dat soort situaties kan die druk heel groot worden. Daar ben ik me wel van bewust. Ik probeer altijd terughoudend te zijn in dit soort zaken. Omdat wij in dit soort gevallen ook meestal het echte verhaal niet kennen. Maar de druk ook vanuit redacties om het dan wel te doen, die is groot. Ja. Want het is het gesprek van de dag. Ja, en er zijn altijd verdrietige situaties met kinderen die in de knel zitten. Dus zie dan maar eens als politicus overeind te blijven. Dat is echt heel moeilijk. En toch zou je het wel willen, want ook in dit geval van Lily en Howick zou je kunnen zeggen van er zijn heel veel kinderen in vergelijkbare situaties die wel teruggegaan zijn naar Armenië. Ja. Zij niet. Is dat rechtvaardig? Ja, ik vind het lastig. En wat daar ook meespeelde was dus dat over deze specifieke kwestie was het ook zo dat het asielbeleid in Nederland is gewoon heel restrictief. En dat is ook dat komt ook voor uit een soort angst dat iemand daar iets vervelends over gaat zeggen. Hè, dat we te veel buitenlanders hebben of wat dan ook. Dat hoor je heel vaak in de Tweede Kamer. Dus ook daar zie je dat men gewoon zich helemaal vastbijt in een soort ideologisch verhaal over opvang in de regio. We moeten vooral niet te ruimhartig zijn, want dan denken mensen dat ze welkom zijn en dat willen we vooral niet hebben, et cetera, et cetera. Ja, en als dat dan vervolgens leidt tot dit soort menselijke drama's. Ik bedoel, niet alle druk is slecht, zou ik maar zeggen. Hè. Dus ik bedoel... Maar goed, in die zin is dat dus vrij optimistisch. Is dus eigenlijk. Nou ja, goed, zoals het leven zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, politici, zeg maar de druk van de publieke opinie wordt ook gevoed door angst bij politici. De invloed daarvan eigenlijk. Ja. Is dat dan de conclusie? Ik weet nog dat ik nog maar kort in Den Haag rondliep en dat ik Jacques Wala gesprak, die het commentaar van de Volkskrant had gespeld en die ook vond dat hij daar vervolgens naar moest luisteren. Ik viel echt van mijn stoel. Ja. daar ben ik het heel erg mee eens. Dat hoeft niet. Hoeft niet. Het is goed om die geluiden wat er leeft. Zeker, en je moet die geluiden tot je nemen. Maar vervolgens moet je zelf als politicus nadenken. Wat vind ik en wat ga ik doen? Ja. Ik denk dat politici wat dat betreft ook ontzettend last hebben van hun eigen ambtenaren. Die alvast vooruit namens de minister willen gaan denken. En alle beren op de weg al proberen te zien vooruit. Dus die proberen alles al af te... Behalve in dit geval van Siewert. Toen zeiden de ambtenaren, doe eens niet. Ja, zeker. Ja, de ministerie van VWS had gezegd, ga niet met hem in zee. Maar dat leek mij een opmerkelijk geval. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.